Hoi lieve vuurtekens, ik doe alle vuurtekens in deze video voor ram, leeuw en boogschutter. Voor elk element heb ik ook kaarten gelegd. Ik begin met de energiekaart voor de maand juni, want het is een maandelijkse reading. Voor de maand juni doe ik een energiekaart, ik doe een paar boodschapkaarten voor de vuurtekens. En dan heb ik voor ram aparte boodschappen en voor leeuw aparte boodschappen en voor boogschutter aparte boodschappen. En dan heb ik aan het einde heb ik ook nog een grote boodschap voor alle vuurtekens. Ja, ik heb het even zo gedaan, want elke keer een video plaatsen was voor mij een beetje moeilijk, kwam in tijdnood. En heel veel mensen hebben zoiets van, ja, waarom gebeurt alles niet zo snel? Dat gaat ook niet, omdat ik werk 40 uur. Ik zit met mijn gezondheid. Dus ik moet een weg zien te vinden dat ik dit alsnog kan doen, maar dan wel weinig tijd kost. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Ik hoop dat jullie dat ik de boodschappen over kan brengen naar jullie. En dat ik jullie toch nog daarmee een beetje kan helpen. Ja? In ieder geval like, abonneer en laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt, of het met je resoneert. En laat me reacties weten. Ik vind het leuk om te lezen. Yes? Oké, dan gaan we beginnen. De energie de energiekaart voor jullie vuurtekens is deze kaart. En dat is nummer 27. Dat is thuis. Je zit goed in je vel en je voelt je thuis. Dus in juni ga je goed, jezelf gewoon goed voelen. Je gaat gewoon goed in je vel zitten, lieve vuurtekens. Daarnaast hebben wij verandering. De veranderingen die je meemaakt zijn positief. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden. Maar ze zijn positief. Dat moet gebeuren van het kosmos. Ja? Dingen moeten gewoon misschien opgeruimd worden voor jou om jouw nieuwe pad te gaan bewandelen. Lieve vuurtekens, je hebt, maak af waar je mee begint. Je hebt met iets je bent met iets belangrijks begonnen, dus het is tijd om het te voltooien. Dus waar je mee bezig was, maak het af. In juni maak dat gewoon af. Dat is heel belangrijk. De volgende kaart is beslissing. Het is tijd om een duidelijke beslissing te nemen over datgene wat je wil. Dus je moet een waarschijnlijke beslissing nemen, maar het is heel erg belangrijk om, als je een beslissing gaat nemen, om naar je intuïtie te luisteren. Want dat leidt op jouw pad en dan zal je ook een goede beslissing maken. De volgende kaart is gelukkige gedachten. Om je op dit moment gelukkiger te voelen, denk aan de herinnering of iets anders dat je doet lachen. Ja, denk positief, haal alle negatieve gedachten weg. Denk dat wat jou aan het lachen maakt, dat jou blij maakt, dat jou een soort van vervulling geeft, zeg maar. Yes? Ram, we beginnen met jou. Ik heb hier de situatiekaart liggen, de advieskaart en de uitkomstkaarten. Even kijken, de situatiekaart voor jou, Ram, is voor juni is de situatiekaart is dat je weggaat uit bepaalde situaties. Misschien ga je ook wat dingen die zeg maar tegen jou gezegd zijn, daar ga je gewoon voor weg. Het is niet dat je er voor wegloopt, maar het is meer dat je uit de weg gaat. En het kan ook zo zijn dat je misschien met je familie weggaat, omdat de dingen niet zo gaan zoals het hoort. De volgende kaart is Aas van Staven. Dat betekent ook dat je nieuwe dingen gaat ondernemen en het universum helpt jou daarbij.
Het is ook heel belangrijk voor jou om wat rust te gaan nemen voor alles wat er is gebeurd en gezegd is. Want er komen weer positieve veranderingen aan. Lijkt dat het heel erg is. Het is ook heel erg, want je maakt dingen mee. Ja, op een heel intense manier. Maar het is wel positief voor jou. Dus er komen positieve veranderingen aan. Ja, dus je gaat uit de weg, je gaat actie ondernemen, je moet die rust pakken om die verandering aan te gaan. Jouw advieskaarten zijn Rebirth, dus je wordt herboren. Je voelt je een outsider. Dat kan ik ook best wel begrijpen als je weggaat uit een situatie. Dan snap ik wel dat je buitengesloten voelt. Maar heb geduld. Want je gaat dit overwinnen en alles komt gewoon op zijn pootjes terecht. De uitkomstkaarten voor jou, Ram, is dat jij een spirituele reis gaat maken. Je bent heel erg betrouwbaar. En volg je gevoel. Ja, dat is heel erg belangrijk, want je krijgt berichten via jouw gevoel. Ja, je krijgt berichten via jouw gevoel. En die spirituele groei wat je krijgt, de spirituele pad waar je op bewandelt, is betrouwbaar. Ram, aartsengel Michaël zegt: onderzoek al je mogelijkheden. Het gebed is: lieve God, dank je wel voor je wijsheid en je liefde en voor je hulp om mij al mijn alternatieve mogelijkheden te laten zien, te begrijpen en in te schatten. Leid mij alsjeblieft in de juiste richting voor mijn gezondheid, mijn geluk en mijn levensdoel. Dus onderzoek al je mogelijkheden. Veiligheid en bescherming, zegt aartsengel Michaël. Het gebed. Dus je wordt beschermd, je bent veilig. Dank u wel voor het beschermen van degene die ik lief heb en ook van mezelf, zodat we veilig zijn en dat er aan al onze behoeften worden tegemoet gekomen. Ik accepteer je hulp nu in dankbaarheid en gratie, omdat ik weet dat het goed voor mij en alle andere mensen is om de hemelse hulp te aanvaarden. Ja, dus onderzoek al je mogelijkheden, kijk wat voor mogelijkheden je hebt, omdat je weggaat uit de situatie, maar je bent wel veilig en je bent beschermd. Dus maak je daarover geen zorgen en alles komt goed. Ook jouw geliefden die worden beschermd, dus maak je daarover geen zorgen. Je wordt begeleid door het goddelijke leiding. Ram, voor juni hebben we van aartsengel Raphaël gezegd: vraag je lichaam om een boodschap. Lief lichaam, help me om je boodschappen te horen. Aartsengel Raphaël, help me om de behoeften van mijn lichaam te respecteren en te honoreren. Ja, dus kijk hoe jij je voelt, wat jouw lichaam nodig heeft. Drink genoeg water, eet genoeg groente en fruit, is heel erg belangrijk. En het andere wat aartsengel Raphaël zegt is: doe de juiste oefeningen. Lieve aartsengel Raphaël, dank u dat u bij me bent en me aanspoort heel goed voor mezelf te zorgen op alle fronten. Dat is deze kaart. En dat is dus gewoon misschien dat moet je lichamelijke oefeningen gaan doen. Dus luister ernaar. En of misschien moet je wat meer gaan bewegen. Dat is ook heel erg belangrijk. Denk aan yoga, denk aan sporten. Dat is gewoon ook goed voor je lichaam. Als je daar behoefte aan hebt. Aartsengel Gabriel zegt: time management. Geef voorrang aan wat je het eerst moet doen en laat je niet afleiden. Ja, je moet even kijken. Je moet even de juiste keuze kunnen maken. Wat belangrijk is, dat moet eerst gebeuren. Dat is heel erg belangrijk. Vraag om wat je wilt. Een duidelijke communicatie met jezelf, met God en met anderen helpt je misverstand te vermijden, waardoor je gebeden eerder worden verhoord. Dus communiceer helder van wat jij wilt.
En dan zal het gaan plaatsvinden. Ja, andere boodschapkaart, dat is van de spirituele gedachtes. Dat is, wraak kan alleen maar schaden. Laat God en het universum de situatie oplossen. Ja, dus je bent weggegaan. Laat het ook aan God over van wat er is gebeurd. En alles zal gewoon goed komen. Want het universum helpt jou. God en de engelen helpen jou. Je spirituele team helpt jou. En jullie worden allemaal beschermd als je met je gezin zit. Dus jullie worden gewoon beschermd. Maak je daarover geen zorgen. Oké, de volgende kaarten zijn voor Leeuw. De situatiekaarten zijn de twee van staven. Je ziet de wereld misschien anders. Je bent ook aan het groeien. Er vindt communicatie plaats met de acht van staven. Een communicatie met een geliefde waarvan jouw hart gaat breken. Het hoeft niet op liefdesgebied te zijn. Ja, eigenlijk moet het zo zijn, hè. Dus je ziet de wereld heel anders. Je bent aan het groeien. Je gaat communicatie. Er zal communicatie plaatsvinden met een geliefde waarvan jouw hart zal gaan breken met die communicatie. Jouw advieskaarten zijn, je gaat deelnemen aan iets wat jou wel verdriet gaat brengen, maar doe het gewoon rustig aan en laat jouw licht schijnen en luister naar de bron. Ja, dat is heel erg belangrijk. Jouw uitkomstkaarten zijn, ja, dat je best wel gelukkig bent. En als de tijd daar is, dan ga je ook oogsten. Omdat je ook één wordt met jezelf. Aartsengel Micha zegt, degene over wie je een vraag stelt is betrouwbaar. Dank je wel dat je mij geholpen hebt vertrouwd te hebben, zodat ik mijn hart wijder open kan stellen in mijn relaties. Ik ben heel dankbaar voor je bescherming en de geruststelling dat er alleen maar betrouwbare mensen in mijn leven zijn. Dus over degene waarvoor je vraag stelt is gewoon wel betrouwbaar. Dus vertrouw daarop. Aartsengel Michael zegt ook, maak gebruik van je verbeelding en je zult het antwoord zien. Lieve God, dank je wel dat je mij de wijsheid en de creativiteit hebt gegeven om jouw wonderen op nieuwe en onverwachte manieren te bekijken. Ik accepteer en waardeer je hulp in verband met deze situatie in dankbaarheid en met heel mijn hart. Ja, gebruik je verbeelding. Weet je, kijk hoe de antwoorden naar jou toe komen. Op wat voor manier als jij dingen vraagt. Dat is heel belangrijk voor jouw Leeuw. Oké, aartsengel Raphaël zegt, Leeuw, voor juni, heb geloof. Lieve aartsengel Raphaël, dank u dat u mijn geloof versterkt, zodat ik in wonderen kan geloven. Ja, vertrouw op het universum, vertrouw op God en engelen, vertrouw op je spirituele team. Je wordt begeleid, je wordt gewoon geholpen, dus maak je daarover niet druk. Volgende kaart zegt aartsengel Raphaël, hier is een dieet belangrijk. Lieve aartsengel Raphaël, dank u dat u me geleidt bij het maken van positieve keuzes. Oeh, hij gaat weer vallen. Sorry. Ik wist niet dat hij zou gaan vallen, joh. Nou, ik hoop dat hij nu blijft staan. Sorry hoor. Oh, ik schrok. Nou, de volgende kaart die aartsengel Raphaël voor jou, Leeuw, voor juni heeft, is, hier is een dieet. Belangrijk. Lieve aartsengel Raphaël, dank u dat u me geleidt bij het maken van positieve keuzes voor het eten en drinken en bij het loskomen van mijn verlangens naar dingen die niet gezond zijn. Dat is deze kaart. En inderdaad, fruit eten, groente eten en genoeg water drinken helpt jou om dus een dieet te gaan volgen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zijn de voedingsmiddelen die wij als mens
belangrijkst nodig hebben. En ja, het enige eigenlijk wat wij nodig zullen hebben. Omdat wij van water bestaan, is het heel erg nodig dat wij gewoon veel water binnenkrijgen. De aartsengel Gabriel zegt, schenk aandacht aan je dromen. Terwijl je slaapt, krijg je goddelijke leiding. Zelfs als je dromen niet herinnert, zitten antwoorden in je onderbewustzijn waar ze tevoorschijn komen om je te helpen. Dus schrijf je dromen op. Als je die onthoudt, dan weet je ook wat het betekent. Kan later van toepassing zijn. En je wordt ook gewoon geholpen. Ook in die onderbewuste zit die ook. Ja. Die herinneringen zitten er gewoon. De andere kaart voor jouw leeuw is spreken. Je hebt belangrijke boodschappen die anderen kunnen helpen. Dus als jij ook een medium bent of ook bepaalde gaven hebt om de dingen over te brengen. Ben jij een lichtwerker? Kom jij de dingen ook overbrengen? Doe dat lekker. Spreek het uit. En het is ook gewoon goed om jezelf, maar ook mensen te helpen. De andere kaart, dus de spirituele gedachte is, laat niemand jouw leven bepalen of spiritueel of welk ander terrein dan ook. Jij bepaalt je eigen levensroute. Dus vertrouw alleen op jezelf, op je spirituele pad en ook voor jezelf. Ja? Oké, dan hebben we de boogschutters. Dat is de situatiekaart. Je werkt heel hard. Je gaat soms te snel. Je moet ook altijd jezelf verdedigen. Maar uiteindelijk zal jij toch iets gaan ondernemen. Jouw advieskaarten zijn healing, dus je wordt geheeld. Op jouw levensreis. Je komt tot een besluit samen. Doordat je over de dingen bewuster wordt. Ja, uitkomstkaarten zijn is volg je gevoel. In jezelf. Of in je huwelijk. En waag een gok. Zodat je niet meer, zodat de dingen niet meer knagen aan jou. Aartsengel Michael zegt, zorg dat je een duidelijke overtuiging hebt. Gebed, aartsengel Michael, als engel van moed en vertrouwen roep ik je aan om mij iets van je kracht te lenen. Sta me toe om een diepere verbinding met mijzelf, mijn leven en mijn goddelijke doel aan te gaan. Geef me alsjeblieft een duidelijk advies, zodat ik mijn hart volledig kan openen voor elke ervaring. Dus wees duidelijk met wat je wilt, dat is heel erg belangrijk. Richt jezelf op een goddelijke en volmaakte gezondheid. God en aartsengel Michael, mijn dank voor jullie voortdurende geheugensteuntje om mijzelf op een volmaakte gezondheid te richten en voor het feit dat jullie mij adviseren wat ik moet doen, zodat ik gezond blijf. Het is heel belangrijk om op je gezondheid te letten. Aartsengel Raphaël zegt, zoek een andere dokter. Lieve aartsengel Raphaël, dank u dat u me de beste dokter hebt laten vinden voor een huidige situatie. Amen. Dus misschien moet je een andere dokter gaan zoeken voor jouw situatie in jouw gezondheid. Vertrouw je zorgen aan ons toe. Lieve aartsengel Raven, ik ben bereid elke angst over te geven aan u toe te vertrouwen. Help me om volledig los te kunnen laten, zodat u me optimaal kunt geleiden in de huidige situatie. Dus geef al je zorgen en kwel maar aan de engelen, aan aartsengel Raven, aan jouw spirituele team, aan God en de engelen of het universum. Want zij kunnen jou verder begeleiden, zij kunnen jou healen, zij kunnen jou de weg wijzen, zij kunnen jou de weg wijzen doordat je op je intuïtie kan gaan vertrouwen. En ja, daardoor word je dus eigenlijk begeleid. Aartsengel Gabriel zegt, tijd om te ontgiften. Ontgift je lichaam en geest en eet verantwoord. Ja, dus inderdaad goed op je eten letten.
Veel fruit, veel groenten en veel water drinken. Luister alleen naar liefde. Laat angst je niet in de war brengen op je goddelijke missie. Ja, liefde zal je overal brengen. Als je alles doet en zegt met liefde, zal je er komen en zal er hemel op aarde zijn. Jouw spirituele gedachte is, zie vandaag als het begin van een nieuw en positieve jij en laat het verleden achter je. Laat het verleden los. Leef in het hier en nu. Dat is het allerbelangrijkste, want er vindt transformatie plaats bij jou. Jouw grote boodschapkaart is nummer 7. Dat is van de begeleiding vanuit de bron. Nummer 7, de geest van je hart. Leren leven en werken vanuit ons hart is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen. Het is nu tijd om je hartchakra helemaal te activeren. De bron vraagt je de tijd te nemen om in je hartenergie te komen en te blijven. Oefen je in het door je hart ademen terwijl je mediteert. Voel de liefdevolle energie als je inademt en laat die je vullen. Laat ook je uitademing vol liefde zijn en voel hoe die liefde de ruimte om je heen vult. Door elke dag te oefenen word je één met de geest van je hart en werk en leef je van altijd vanuit het hart. Ja, dus in- en uitademen, ja, volg je hart, je intuïtie, daar zit je intuïtie. Dat is heel erg belangrijk. Als je daarmee verder gaat leven, dan zal je zien dat alles voor jou makkelijker gaat. Ja, dit was de boodschap van de vuurtekens. Dus voor alle vuurtekens. Ram, leeuw en boogschutter. Nou, ik hoop dat je er wat van vond. Laat me weten wat je van de boodschappen vond. En of het met je resoneert. Als je een consult wil, kan je me bereiken bij topconsulenten. Onder radarbox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 7 en 9. Kijk naar mijn diensten op mijn Facebookpagina Medium Rara. Ja, voor een chatconsult, voor een consult en voor allerlei readings. Daar kan je me bereiken via de Messenger. Like, abonneer en laat me gewoon weten wat je ervan vindt. En ja. En of je het wel een leuke legging vond. Zo. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zeggen. Nou, in ieder geval tot de volgende maand. En dan zien we elkaar weer. Doei doei!